allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik bekijken of de trend van TikTok werkt. Ik heb namelijk gezien op TikTok dat mensen die dachten dat ze altijd stijlhaar hadden, net zoals ik, dat ze eigenlijk gewoon krullen kunnen hebben met eigenlijk de routine van mensen met krullen. Dus we gaan kijken of dit gaat werken. Ik denk van niet, maar we gaan het zien. Ik hoop het eigenlijk wel, want ik hou van krullen. Dus we gaan zien of het gaat werken. Ik ga dus allereerst even douchen. Dus ik zie jullie zo meteen weer terug. Dit is het nu. We moeten het nog laten opdrogen, maar waarschijnlijk blijft dit het ook. Ja, sowieso. Dus missie niet geslaagd. Dus oftewel... Zoals verwacht. Ja, zoals verwacht. Waarschijnlijk, die mensen van TikTok hebben waarschijnlijk al gewoon krullen van zichzelf. Dus laat je niet in de maling nemen, want het werkt gewoon niet. Hi, nog even een bericht achteraf. Heb je natuurlijk aanleg voor krullen, maar heb je het nooit op die manier gedaan, dan kan de techniek zeker helpen. En je hebt verschillende manieren van doen, maar mocht je dan die stijl doen, ga het dan zeker volhouden als je aanleg hebt voor krullen, want dan kan het zeker wel helpen. Maar als je echt stijlhaar hebt, laat je dan zeker niet in de maling nemen, want dan gaat het gewoon niet werken. Overigens is... het wel heel goed voor je haar om met bepaalde producten aan de slag te gaan. Zodat het niet slecht is voor je haar. Dus hierbij was dit de video. Vond je het nou een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat ook eventjes. Zou ik heel erg blij van worden. Adieu!